uitzending van U in de Wijk Leidsche Rijn. We hebben weer drie leuke onderwerpen voor u en we beginnen met een handbaltoernooi georganiseerd door handbalvereniging Leidsche Rijn. En het leuke van dit toernooi is dat heel veel kinderen van basisscholen uit de buurt op deze manier hebben kunnen kennismaken met de sport. Vandaag op het schoolhandbaltoernooi, kan je daar iets meer over vertellen? Oh ja, dat kan ik zeker. Het is de vierde editie van het schoolhandbaltoernooi. En ja, het is ongelooflijk, maar we zijn ook wel weer een beetje gegroeid. Eerste editie 100 kinderen en dit jaar bijna 400 kinderen. Voor welke scholen is dit bedoeld? In principe voor alle scholen die zich aanmelden. Dus alle scholen in Vleuten-De-Meeren hebben wij benaderd met de vraag of ze mee willen doen aan het schoolhandbaltoernooi. Wij winnen wel! Hup, hup, hup! De Gouden Wintercup! Hey! Hey, we gaan straks lekker spelen. Allemaal ons best doen, hè? Goed overspelen naar elkaar. En dan komt het helemaal goed. Handen erop! 3, 2, 1, ho! Steven, kan jij vertellen wat jouw rol vandaag is? Ja, ik ben vanochtend begonnen met opbouwen vanuit de handbalvereniging. En nu coach ik een team van de Meander. En daar zit onder andere mijn zoon, maar ook allemaal andere kinderen. En we doen met 8 teams mee, dus dat is hartstikke goed. Ja, en leuk, gezellig. Dat jullie heel blij waren. Wat was de reden daarvoor? We nog 1 wedstrijd en dan krijgen we de beker. We hebben alles gewonnen. En met hoeveel hebben jullie net gewonnen? 4-0. 6-0. Nee, 6-0. Nou, dan wens ik jullie zometeen heel veel succes. Hebben jullie nog een yell of iets? Ja! Yell! Yell! De Meander is zo snel! Inne! De Meander gaat dat winnen! En we hebben ook nog een schoppen. Ik begrijp dat jullie scheidsrechters zijn voor dit handbaltoernooi. Kan jij vertellen wat er anders is dan de normale handbal? We moeten iets minder streng zijn tijdens de wedstrijden. Iets minder. Als je 4 stappen kan maken in plaats van 3, dan is het is voor deze keer dan wel goed. Speel je zelf ook handbal? Ja, ik zit zelf met haar in de B. We spelen trouwens allemaal handbal, want het is wel belangrijk dat je natuurlijk alle regels kent. En het is natuurlijk het leukste als je je eigen sport natuurlijk kan fluiten. En heb jij al een doelpunt moeten afkeuren? Ik heb erbij moeten affluiten, want toen liep hij echt veel te veel. Toen was hij 20 keer aan het stuiteren. En toen was het daarna zo dat hij, daarna gooide hij. En dat vond ik niet helemaal eerlijk natuurlijk. Hebben jullie net al gehandbald? Ja. En heb je gewonnen of verloren? 1 keer gewonnen. En is het makkelijk of moeilijk? Ja, het is best wel moeilijk om te winnen, want sommigen zijn sterk en sommigen zijn niet sterk. En dat is best wel moeilijk. En wat vind jij het allerleukste? Keeper, dat vind ik wel leuk. Winnen. Wat een enthousiasme en het is weer eens wat anders dan voetbal. En dan zijn we nu toegekomen aan het volgende item. De linkborrel in restaurant De Eng. Het is inmiddels de 30e editie. En ook burgemeester Jan van Zanen was aanwezig en bracht een toast uit. Vandaag de 30e linkborrel. Wat betekent dat voor jou? Ja, wij zijn wel heel trots op dat we
ja, dat het inmiddels al de 30e editie is. En dat we al 5 jaar bestaan eigenlijk. Want het is aan het begin een beetje als grap begonnen eigenlijk. Dus in die zin hadden ze iets van nou, laten we dat een keertje opzetten en dan kijken wat er op afkomt. Maar er kwamen al gelijk 50 man op af. Dus we vonden het al super, super leuk eigenlijk. Waarom heb je dit bedacht? Nou ja, omdat we al heel veel lokale initiatieven hadden met websites en dat soort dingen waar mensen bij elkaar kwamen. Alleen dat was allemaal online, dus je zag elkaar niet fysiek. We hadden zoiets van, het is wel heel leuk als je iets gaat opzetten waar je ook daadwerkelijk de mensen echt de hand kan schudden en gewoon gezellig elkaar ook daadwerkelijk kan zien. Dus dat is eigenlijk een beetje de beweegreden geweest om het om Linkbol op te zetten eigenlijk destijds. Wat is ondernemen? Wat is het ondernemerschap? Het ondernemerschap, nou, dat is natuurlijk een heel breed begrip, maar wij onderscheiden ons met Linkborrel echt als een netwerkborrel wat laagdrempelig is voor ondernemend Leidsrijn. Je hoeft niet per se een KVK-nummer te hebben voor die je wel nodig hebt bij een businessclub, maar juist van, goh, ik wil wat gaan opzetten, ik heb een leuk idee en ik wil daarin mijn netwerk gaan uitbreiden. Want is het alleen zakelijk of is het ook gewoon gezellig? Het is zakelijk, maar wel heel gezellig. En dat komt omdat het heel laagdrempelig is. Ik ben ook lid van een aantal andere linkborrels, om het zo maar even te zeggen. Die heten dan geen linkborrel. Het zijn bedrijven, clubjes, zeg maar. En daar moet je lidmaatschap betalen. En dan is de drempel vaak wat hoger voor startende ondernemers om daar naartoe te gaan. En hier zie je gewoon elke keer nieuwe mensen, elke keer nieuwe gezichten. Want de drempel is heel laag om hier naartoe te gaan en mee te doen. Okay. Op u, uw inspiratie, ondernemerschap en de toekomst van onze stad en regio. Ik ben foto's aan het nemen hier op de Linkborrel. Ik had een aantal tekst gekregen via Facebook waarin om een fotograaf werd gevraagd. En toen werd ik benaderd en dat vond ik hartstikke leuk. Dus juist omdat ik ook ondernemer ben in Leidse Rijn, denk ik van, dit is ook voor mij een kans om te laten zien wat ik doe. En dan hoop ik dat de foto's mooi gevonden worden, zodat ik dan uiteindelijk misschien daar werk uit kan krijgen weer. Ik ben hier vandaag op de Linkborrel om te netwerken. En waarom is netwerken zo belangrijk? Het is sowieso altijd heel erg leuk om te kijken wat andere ondernemers doen hier, ook in de omgeving. Omdat ik hier zelf ook vandaan kom. Dus dat is leuk. Want wat betekent ondernemen voor jouzelf? Ik vind het heel erg leuk. Ik heb echt het idee dat ik kan doen wat ik graag wil doen in mijn leven. En ik denk dat dat belangrijk is. Theater in maatpak. Pak. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik ben theatermaker, maar daarnaast geef ik trainingen aan bedrijven en scholen in non-verbale communicatie. Met een training van een acteur als uitgangspunt. En doe je dat al lang? Nee, ik doe dat nog niet zo heel lang. Ik ben in 2015 afgestudeerd en ik ben eigenlijk in mijn afstudeerjaar begonnen met mijn eigen bedrijf. En is dat dan ook een reden waarom je hier de netwerkborrel bezoekt? Absoluut, ja. Ik ben net naar Utrecht verhuisd zelf ook, dus ik ben echt hier op zoek naar een nieuw netwerk. Ja. En lukt dat een beetje? Ja, mensen staan heel erg open voor jouw verhaal en je kunt echt met mensen in gesprek. Dus in die zin lukt dat zeker. Een zonnetje, een drankje en lekker netwerken. Nou, die Joyce heeft het weer mooi bekeken. En dan het laatste item van vandaag. In de school organiseren vrijwilligers een diner voor senioren. Vandaag nemen we een kijkje in de keuken in de Schalm. Gaan jullie mee? Jullie gaan hier straks lekker koken. Waarvoor doen jullie dat? We doen het voor de ouderen in de wijk, zodat ze gezellig samen kunnen eten. En dat ze een leuke 2-3 uur hebben en dat ze wat bij kunnen praten en al dat soort andere dingen die je gewoon leuk vindt voor de wat oudere mensen. En dat ze weer wat meer contact krijgen met elkaar. Dat vind ik ook regelen. En wat gaan we maken vandaag? Vandaag is het saladebuffet, omdat we het af gaan sluiten het seizoen. We gaan volgend jaar weer verder in september.
En dus mensen wou graag salade, dus die gaan we zelf maken. En als voorgerecht hebben we groentesoep. En toen hebben we ijs en vla met vruchtjes en slagroom. Oké, nou dat smaakt, lijkt me erg lekker. Klinkt goed. Oké, nou ik zou zeggen aan de slag. Waar komen eigenlijk de recepten vandaan? Ons eigen. Wij improviseren wat. Okay. Met z'n vijfjes. De een komt met dit, de ander komt met dat. En dan maken we er wat leuks van. Gewoon improvisatie. Heel goed. Ja. Maar er is dus niet één kok die hier de leiding heeft en die zegt van dit moet er gebeuren. Nee. Soms is het ook gewoon een cateringbedrijf dat komt. We doen het niet altijd zelf. Maar nu, vandaag doen we het zelf. En het is wel de bedoeling om in de toekomst meer zelf te gaan doen. Maar dan moeten we kijken of onze keuken daar genoeg capaciteiten voor heeft. Dus daar zijn we nog mee bezig. Ja. Want je hebt daar wel een behoorlijke keuken voor nodig natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als je wat wil koken wel. Ja. Ja. Kijk, en dat is hier een beetje klein. Hoe is dat voor u? Want u staat hier eigenlijk vrijwillig zo'n hele maaltijd in elkaar te draaien. Het is erg leuk, want de mensen zijn zo dankbaar en die stralen zo van dat het allemaal voor hun klaargemaakt is. De gezelligheid, praten met andere mensen, want thuis zitten ze vaak alleen te eten. En hier eten ze met elkaar. En dat, ja, dat is heel gemoedelijk en heel gezellig. Dus ja, het geeft voldoening eigenlijk. Dus ja. Hoe is dat eigenlijk ontstaan, dit idee? Ja, we wouden toch iets met een etensgroep beginnen. En dat was er nog niet. Ja, wel voor de kinderen, maar niet voor de ouderen. En zo zijn we eigenlijk in gesprek gekomen. Zo is dat ontstaan. Ja. Als je het hier inschenkt, dan komen we met alles in de hand. We willen die andere tafels ook nog wat opleggen, hè? Ja, maar we hebben niet meer van dat groen. Ik merk ook dat jullie ontzettend veel lol met elkaar hebben. We hebben een hele leuke groep dames. We zijn met z'n vijven. En ja, het is gewoon heel erg gezellig. Maar daar doen we het ook voor. Hè? Als je het niet gezellig vindt, doe je het niet. Toch? Als wij niet flauw vallen, vallen jullie ook niet flauw. Daarom mag jij voorproeven. Is het goed? Eerlijk zijn, het is heerlijk. Dat is mooi. Nou, smakelijk eten. Ja, eet smakelijk allemaal. Heerlijk. De uitzending zit erop. Wilt u deze nog eens opnieuw kijken? Ga dan naar ons YouTube-kanaal of naar onze website. En dan weer twee activiteiten uit de uitladder van Leidse Rijn. Vandaag, zaterdag 11 juni, viert Winkelcentrum Parkwijk haar verjaardag. Met allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. En dan morgen, zondag 12 juni, strijk Viertel Goes Ibiza. Lekker shoppen in Ibiza-stijl. Veel plezier, graag tot volgende week. Dag!